Hallo allemaal, we gaan een tripje met de fiets rond het circuit doen van Barcelona. En we nemen jullie mee, als je dat wilt tenminste. Ik weet niet of jullie mij horen, maar de vlag van Jos de Bos gaat natuurlijk ook mee. En die hebben we ook nog. En nu ga ik dus even fietsen, brood halen. En we zien wel wat er onderweg te zien is of gebeurt. Ik wist op dit moment nog niet dat mijn DJI Action Cam het zo geweldig deed. En nee, ik word niet gesponsord. Hij haalt het windgeruis eruit en je hoort mijn stem gewoon of dat ik het later inspreek. Ja, nu deze zin is ook zo. Maar ja, als ik dat geweten had, had ik meer commentaar gegeven tijdens deze rit. Dan weet je dat. Dat doe ik nu dus achteraf. En de volgende keer gewoon tijdens. Dit gaan we meer doen, want ik vind het leuk. En hopelijk jullie ook. Zo, gaan we maar een rondje circuit doen. Even ter informatie, ik heb gisteren de hele dag geprobeerd om deze video te uploaden. Maar in tegenstelling tot wat ik normaal in Barcelona meemaak, was internet gewoon verschrikkelijk. Natuurlijk veel drukte en noem maar op, maar het lukte me gewoon niet. Dus daarom nu iets later. Je kunt zien dat ze wel iets aan de snelheid hebben gedaan van het verwerken van de mensen die naar binnen wilden. Want het ging gewoon veel sneller vergeleken met eergisteren. Nog veel te langzaam, maar ze doen hun best, denk ik. Bless you. Dank je. Ik zie de laatste tijd zoveel supercars dat ik het gewoon niet meer weet. Maar was dit nou een McLaren? En op deze rotonde gebeurde zoveel dat ik dacht, ik doe nog maar een rondje. Die verkeersregelaar die snapte er niet veel van, want die wist natuurlijk niet dat ik aan het filmen was. What are you doing? I go left.
hier bij gate 1 was het eigenlijk helemaal niet druk. Ik steek die helikopter nog eens op. Ik denk even checken of mijn camera wel aan het filmen is. Want anders rijd ik hier een rondje voor je Piet's Not, zeg maar. Dus, ja. Dus ik heb er even een stukje uitgehaald. Maar ik keek alleen maar of hij nog goed aan het filmen was. Oké, helikopter opgestegen. Toedeledoki. Helaas staat vanaf hier de camera af en toe iets te veel naar links gericht. Je mist niet veel, maar hij had meer recht vooruit moeten staan. Ja, kan gebeuren. Beginnerspech of amateur, noem maar zoals je wilt. Zoals je hoort hebben onze fietsen vrij brede banden. En dat hoor je goed, zowel hier in deze video, maar ook tijdens het opnemen. Of tijdens het rijden moet ik eigenlijk zeggen. En dat is wel heel fijn, want verder horen mensen niks en je gaat best hard. En ze hoeven niet aan de kant te vliegen, maar het is wel fijn dat ze weten dat je aan het fietsen bent of er langs komt of hoe je het wilt noemen. In principe ga ik ervan uit dat net als bij motorrijden de mensen je niet horen of zien. Dan ben je altijd alert. Ja, en dit is ook wel leuk. Ik kom er steeds meer achter welk circuit je ook bent. Als je op de fiets bent, je wordt overal langsgelaten. Ik spoel nu even de saaie stukken door. Dat is even, ja, er gebeurt gewoon niks. Het is saai voor iedereen. Maar er komen nog heel leuke stukken, dus niet weggaan. Tot zo. We zijn hier nu bijna aan de, ik noem het maar de achterkant van het circuit, de hoofdingang. Zo, en nu zitten we een paar honderd meter van de camping af. En ga ik naar het dorp om een brood te kopen en om jullie leuke dingen te laten zien. Want het wordt nog echt leuk. Hou vol, hè? Het ziet er af en toe misschien een beetje eng uit, maar die camera die zit op mijn chestband. En die kijkt rechtdoor. Maar ik kijk natuurlijk links en rechts en alles wat er gebeurt. Dus maak je geen zorgen. Ik ben geen evil knievel of zo. Voor degenen die dat nog kennen. Voor de hele oude. Maar als je ziet hoe die lokale scooters hier rijden. Dan ben ik echt het braafste jongetje van de klas hoor. Maar dat zie je misschien niet zo goed op deze video. Geloof me maar. En daar gaan we weer. Gracias.
En zoals je ziet aan touringcars geen gebrek. En dan heb ik nog 90% gemist. Oh, even in de ankers. En omdat wij hier bijna altijd zijn met de wintertest, weet ik dat ik over 200 meter linksaf moet en dan zit ik bij die benzinepomp. Alleen, officieel zie ik nu, dat mag niet. Ja, en er is hier zoveel politie en voor de veiligheid ben ik maar even omgedraaid, zoals je ziet. Echt ongelooflijk, elke vierkante centimeter is benut om te parkeren. En wat wel mag of niet mag, dat weet volgens mij niemand, ze doen het gewoon. Omdat zover ik weet niemand het interessant vindt om mij een brood te zien kopen, heb ik er dat stukje maar even uitgeknipt in de winkel. En nu heb ik de intentie om weer terug te gaan naar de camper, maar... Zometeen kom ik langs een soort mini fanzone. Die is naast Vienna. Dat is ik noemde altijd Efteling restaurant. Het ziet eruit als de Efteling. En dan kun je broodjes en cola en noem maar op kopen. Niks mis mee, alleen gewoon niet mijn ding. Maar daar tegenover staat een mini fanzone. En daar ben ik ook maar even doorheen gefietst om jullie te laten zien hoe dat uitziet.
Azaz. En hier links, dat is restaurant Vienna. Altijd druk. En ja, ik noem het altijd het Efteling restaurant. Maar het is niet slecht. Ja, als er een feestje is in een feestgebied, dan kun je er niet onderuit. Dan ga je gewoon André Hazes horen met, waar was het ook alweer? Luister zelf maar. Thank you. You too. En hier vergis ik me dus nog steeds in. Het is niet meer zo. Die tijd is voorbij. Als je een familie ziet in het Oranje, dat er Nederlanders zijn. En ik ging er weer vanuit van wel natuurlijk. Nee, nee. Nederlanders laat ik altijd voor. Sorry. Really? Hey, cool. Pretending. Sorry, no.
Zo, nu zijn we weer terug bij de camping. En als het goed is, hebben jullie een beetje kunnen zien hoe het eraan toe gaat op race day rond het circuit in Barcelona. Bedankt voor het kijken en deze video werd mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsors. Doei!